Is daar een verhaal voor te houden. Maar ik vind het echt te gek om los te lopen. Want? Omdat je dus mensen 5000 euro geeft. Ik vraag me af hoeveel mensen vanmorgen zitten te kijken die graag 5000 euro willen hebben met een ticket om naar een ander land te gaan. Want je weet namelijk niet hoe snel ze weer terugkomen om weer dezelfde manier weer een procedure in te gaan. Wij zullen in Nederland, ik zal één zin er aan afmaken. Wij zullen in Nederland het badwater vele malen kouder moeten maken, waardoor het minder aantrekkelijk wordt om hier naartoe te komen. Dat gebeurt overigens ook al, hè? Daar kom ik zo bij, meneer Kastelein. Er worden al maatregelen genomen, maar u vindt die niet voldoende om te zeggen van we moeten echt scherper. We moeten veel scherper zijn. Mag komen en blijven. In Europa is nu een totaal pakket besloten om een aantal maatregelen te menen waardoor het minder aantrekkelijk wordt. Dat gaat alleen pas in januari 2026. Ik heb zelf in de Europese Raden gezeten. Ik weet dat als de wil er is, kan je binnen een jaar je wetgeving aanpassen. En dat moet hier gewoon gebeuren. Want anders worden wij in Europa, en zeker hier in Nederland, omdat het op allerlei verschillende onderwerpen in het systeem vele malen aantrekkelijker is, worden wij hier in Europa overspoeld. En we kunnen deze aantallen niet aan. Dat zegt niet alleen ik, dat heeft ook de staatssecretaris afgelopen week gezegd. Kastelein? Ja, wat mevrouw Keizer zegt over dat je niet weet hoe snel die mensen ook weer terugkeren. Ik heb dit zelf in het verleden meegemaakt. Ik heb een aantal jaren bij Transavia gewerkt, al meer dan 20 jaar geleden. Maar toen was het al regelmatig zo dat je een vlucht had naar Casablanca, waar Marokkaanse asielzoekers werden uitgezet. En die spraken keurig Nederlands en die zeiden gewoon, joh, wij zijn eerder terug dan jullie. En die waren gewoon eerder terug in Amsterdam. Want ja, je bleef daar als bemanning een nacht of twee slapen. En die mensen die uitgezet werden, die waren gewoon eerder terug. Dus 5000 euro uitdelen en dan gewoon weer terugkomen en weer in hetzelfde circus terechtkomen. Ja, die mensen moeten, professor Scherder, u wilde ook.